Het Forum, de tramlijn en de parkeergarage bij het Damse Diep. Stuk voor stuk projecten die de gemeente hoofdbrekers bezorgen. Maar niet alleen de gemeente, ook de ondernemers lijden eronder. Daarom worden de ondernemers in de Poelenstraat en ook het Holland Casino financieel ondersteund door middel van een schadevergoeding van de gemeente. De winkeliers in de Oosterstraat krijgen daarentegen niks. En dat is gek, vindt de VVD. Dat is niet goed natuurlijk. Kijk, als de ondernemers in de Oosterstraat daadwerkelijk schade lijden van de bouw van de parkeergarage in Damse Diep, dan hebben ze recht op een schadevergoeding daarvoor, een planschadevergoeding. Zij beweren dat ze aan de hand van hun cijfers en bedrijfsgegevens kunnen aantonen dat die schade er wel degelijk is. Maar toch krijgen ze geen vergoeding. Nou, dan lijkt het mij heel logisch dat we even aan de gemeente vragen hoe kan dat, hoe zit dat. En waarom bijvoorbeeld het Holland Casino wel en de ondernemers in de Poelenstraat ook, maar de ondernemers in de Oosterstraat niet. En dat hebben we gedaan. Het Forum en de tramlijn zijn langlopende projecten die bij veel ondernemers voor onzekerheid zorgen. En dat gaat op den duur klanten kosten. Vooral in de Oosterstraat speelt dat natuurlijk heel erg. Hè. Je hebt de Damse Diepgarage gezien die toch een paar jaar vertraging heeft opgelopen. Je ziet nu ook dat ondernemers in de Oosterstraat daar daadwerkelijk last van hebben. Want er staan een groot aantal panden leeg in de Oosterstraat. Daar komt nog een keer bij de onzekerheid over het al dan niet aanleggen van de tram. Als je een tram door zo'n straat gaat aanleggen, ja, dan zorgt dat natuurlijk voor een enorme ravage in eerste instantie. En daar lijden mensen schade door. Kijk, ondernemers willen ook een paar jaar voor uitkijken. En die willen dus weten waar ze aan toe zijn voordat ze bepaalde beslissingen nemen. Ik kan me voorstellen dat als je eigenaar bent van een pand, dat je dat wil gaan verbouwen. Maar ja, je krabt je wel even achter de oren nu voordat je dat daadwerkelijk gaat doen. Want ja, je weet niet wat er gaat gebeuren de komende paar jaar. Binnen een paar weken verwacht de VVD duidelijkheid te krijgen van de Raad over het gebruik van schadevergoedingen voor gedupeerden van de Oosterstraat.